om mijn moeder even op te halen en dan rijden we samen naar Bloemveld. Dat is in de Middenbeemster. Daar heb ik mijn jurk gekocht. En ik heb hem in november gekocht. Dat is dus al even geleden. Een half jaar. En ik heb hem nooit meer gezien daarna. Dus ik vind dat best wel spannend. Want voor hetzelfde geld denk ik, ik vind hem niet meer zo mooi. Hoewel, hij is wel echt heel mooi hoor. Maar ja, het blijft toch wel gek dat je zo'n jurk maar zo weinig ziet voordat je hem echt aan gaat trekken. En wat we nu gaan doen is hij is nu op maat gemaakt. Dus ik ga hem doorpassen en dan gaan we er nog wat dingen aan verbouwen. En dat, dat is natuurlijk wel spannend. Komt hier al wel helemaal in de trouwsfeer hoor. We zijn er. Hoe kan het ook anders dan in zo'n statig pand? Trouwjurken passen. Ik ben net een klein kind hoor, maar oh jongens, ik vind het zo leuk. Falling in love, I knew you were the one. Oh, ik vind het zo spannend. Komt goed. Het wordt echt leuk. We zijn nu even aan het wachten en hier hangen al allemaal sluiers. En dat is natuurlijk ook nog de vraag. Toe sluier of nat toe sluier? Je hebt natuurlijk allemaal met dierenlantijntjes. En dit. Maar ik ben er nog niet echt over uit hoor. Oh, deze spiegel. Deze wil ik thuis hebben. Dit is echt ideaal voor outfit of the day. Kijk hoe leuk. Met zo'n streepje. Nou, mijn jurk die wordt nu opgehaald. Die komt er zo meteen aan. En jongens, die jurken die hier hangen zijn zo mooi. Het is alleen maar design wat hier natuurlijk hangt. Dit is allemaal van Berta Bridal. Het zijn echt prachtige, prachtige jurken. Vooral als je ook echt goede borsten en een goede kont hebt. Want dat kunnen ze allemaal helemaal insnoeren zo van achter. Deze vond ik ook echt heel vet. Kijk deze jurk nou jongens. Dit is dus van Berta. En die vrouwen in die jurk hebben altijd hele goede billen. Maar kijk, this is why. Dat is gewoon helemaal zo gemaakt. Maar er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Het zijn geen goedkope jurken, maar oh wat mooi. En dan hebben we hier Oscar de la Renta. Nou, die naam zeggen jullie vast wel wat. Ook te gek. Ja, hang maar terug, man. Toch leuk om even wat trouwjurken te filmen, hè? Een tipje van de sluier dan maar, zo dit, jongens. Toen ik een jurk ging zoeken, toen ging ik naar Bloemveld. En de tweede jurk die ik aantrok, was gewoon helemaal mijn jurk. Dus ik heb natuurlijk een beetje het hele jurkenpassen avontuur gemist. Dus ik zei dat net, van ja, ik wil ook nog wel eens wat andere jurken aan en dat mag. Dus ik ga nu een jurk van Oscar de la Renta, toch? Ga ik nu passen. Voor de lol gewoon. Let's go. Oh, dit is ook leuk. Wauw. Zo, dit is even prachtig zeg. Tam, tam, tadam. Prachtig. Even naar die andere kamer, want ik moet een beetje kunnen kijken. Hoe die eigenlijk moet is zo. Nou, dit is wel bizar om te zien, toch? Moet je kijken hoe mooi dit is. Maar lijkt die nou op mijn jurk? Of da-da-da-da. Ik zeg niks. Ik vind dit ook. Kijk, dit is ook heel mooi, hè? Zo dit. Oh, prachtig. Ik ga zo nog een jurk van Jenny Beckham even proberen. Maar ik kom hier langs een kamer waar allemaal Vera Wang jurken hangen. Echt te gek. En wat hoor ik nou net? Kijk, ik moet ze echt even filmen. Want dit is echt zo mooi. Maar deze jurk, daar is de dochter van Donald Trump net in getrouwd. Kijk nou. Kijk, dat zie je. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is een soort 3D effect met meerdere lagen boven elkaar. Kijk hoe de rug is. Wat kost dat dan?
15.000 euro. Die jurk is van de film Bride Wars. Dit is echt zo'n Sarah Jessica Parker Sex in the City kind of dress. Oh, dit is ook mooi. Vind je het leuk, man? Superleuk. En er is nog meer. Oh, je kan hier wel gaan werken. Hey. Hebben jullie nog personeel nodig? Ja. Hallo. Oh, wauw, hé. Dit is ook mooi. En hier Rosello. Hier worden de jurken weer verder vermaakt. Oh, nog zo'n kamer vol met jurken. Nou, benieuwd. Dit is heel anders hoor. Echt? Oh, dit is totaal grappig. Oh, het is wel een hele mooie jurk. Nou, ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik net nog eventjes gewoon die jurken heb kunnen passen. Want dit maak je natuurlijk maar één keer in je leven mee dat je een trouwjurk gaat kopen. Tenminste, dat is de bedoeling. En nou, ik ben ontzettend dankbaar voor dit moment. Ik ben echt even heel erg bewust aan het genieten, want dat is zo belangrijk. En ik vind het echt helemaal te gek. Ik ben zo blij met mijn jurk. Ik kan niet wachten om hem aan jullie te laten zien. Maar het duurt nog even eind augustus en dan krijgen jullie hem te zien. Hij wordt heel mooi. Nou, we zijn klaar, maar het is ongelooflijk. Deze mensen hebben gewoon 2 uur de tijd voor me genomen. Ze willen alles weten. Ze helpen me zo goed. Ik ben echt zo blij. Je kan het echt niet. Oh ja, sorry Weet voor je deze wat hysterie. Ik een detail vind. Nou, Prinses Beatrix Park. Ja? Hoe leuk is dat? Je voelt je toch een prinses als je hier Als jij ook gaat trouwen, dit is de droom van elk meisje. Het was zo, ik vind dit zo leuk, dit hele trouwgebeuren. Ik wist niet eens dat ik zo was, maar het is echt geweldig. Nou, ik heb mijn geluk gevonden vandaag. En nu weer naar huis.